je rol en vertier. En ik zou u willen zeggen, maak vanavond veel plezier. En later op zijn ziekbed schreef hij een gedicht dat heet O moeder, met je zegen al de jongen gepakt om met 20 gebroken meiden. Altijd kaviaar en nooit meer aardig was met zie. Hey moeder, ik wil bij de redden. Moeder, ik wil bij de redden. Moeder, ik wil bij de redden. Ze vielen mij eerst tegen, mijn maten alle twee. Maar toen ik van de steiger gleed, toen vielen ze wel mee. Die heel het Franse land omspant, cypress die als een zwarte hand zich uitstrekt naar de smalle bleke maan. En ik zie gaan, schuilt in een feest van kleur, de waanzin doorrond achter elke deur. Omdat het wonder nooit gebeurt, dat ze je taal verstaan in dan Vincent. Begrijpen wie je bent. En mocht ik nou straks vergeten zijn waar ik een banaantje gelaten heb, dan zegt u met z'n allen. In de boot. Oh, en voordat je Nederlands sprak, wat sprak je dan? Chimpansees. En hoe klinkt chimpansees? Nee, oké. Okay. Is hij nog steeds mooi? Wat een lief banaantje, hi banaantje. Denk je die lekker smaakt? Ja. Oké, maar ga niet nu opeten. Ja. Ah. Hé? Oh. Hij zit er helemaal niet in. Hé? Ha! Wat heb je met een banaantje gedaan? Zij heeft een banaantje had gegeten. Nee. Nou. Ze zegt dat ze niet heeft. Ze ligt. Nee. Ze heeft, nee, er zit echt geen banaantje in. Moet je hem even bedanken dat ze geholpen heeft. En bedankt, hè? Vrienden. Dat onze laatste snik allemaal meedoen. Hoeba, 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 hop, hop, hop. Hoeba, 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 hop, hop, hop. Wij zijn twee vrienden met een gouden hart. Hoeba, 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 hop. Ik moet even een hartig woordje met jullie spreken, want we hadden afgesproken. Als ik niet meer zou weten waar het banaantje was, dan zouden jullie zeggen... In de hoed. Maar ja, banaan is er. Ja, hey. Sjors. Ja? Ik heb je banaantje gevonden. Oh, lekker. Weet je waar hij was? Nou? In de hoed. Zit er nog meer in? Zit er nog meer in? Zal er niet zo zijn dat iedere keer dat... Wacht even, het kan toch niet zo zijn dat iedere keer als je met je hand in je hoed gaat, dat er dan een banaantje... Dank u wel, hele fijne avond verder!